Ik ben Tijmen Blokzaal, ik ben net 17 jaar. Dit jaar begon in onder 18 en nu speel ik in de onder 21. Ik kom uit Groningen en vroeger bij Veloostas gespeeld heel lang. En voordat ik in de onder 12 kwam hier nog een jaar bij Bikwik gespeeld. Genomineerd voor de titel Strijder van het jaar. Hoe heb je dat gehoord? Ik hoorde eigenlijk voor de training van 21 stonden we in een cirkel op het veld met z'n allen. En toen zei Sander dat ik was genomineerd voor Strijder van het jaar. Dus hartstikke leuk natuurlijk. Waarom denk je dat je dat verdiend hebt? Ik denk wel goede stappen heb gezet de laatste tijd. En ik denk ook wel dat ik iemand ben die goed bezig is met zijn ontwikkeling. Dus ja, niet per se zo de laatste 2 maanden of zo, maar gewoon ook wel over langere tijd denk ik. En, nu doorgeschoven naar de onder 21, een paar keer al bij het eerst op de bank gezeten. Dus ik denk dat dat wel goede dingen zijn. Ja, jouw naam zoomt al wat langer rond, ook rond het eerste elftal. Vorig jaar bij PEC Zwolle zat je voor het eerst bij de selectie. Ja, hè? Toen kon je de jongste debutant ooit worden voor FC Groningen. Ja, dat wist ik inderdaad. Ja, maar helaas. Baal je ervan dat je toen niet mocht invallen? Nou, balen niet. Maar ja, natuurlijk, je hoopte wel, dat was stiekem, want het was wel heel mooi geweest natuurlijk. Maar hopelijk komt die kans nog. Maar het zegt genoeg dat jij al bij de selectie zat en ook af en toe meetraint bij het eerste elftal. Wat voor speler ben jij? Centrale verdediger en erg sterk aan de bal, denk ik. Ik denk dat daar mijn kwaliteiten liggen, veel inzicht, dus goede paas en dribbel. En ik denk dat ik positioneel ook heel sterk ben. Je bent ook vaak geselecteerd voor jeugdteams van Oranje. Mm-hmm. Hoe is dat? Ja, superleuk. Inderdaad, sinds onder 15 erbij voor in het toernooi in Spanje. En sindsdien eigenlijk steeds bijgebleven. En straks toevallig eind deze maand hebben we kwalificatie voor het EK in Israël in mei. Dus dat zijn wel hele leuke dingen om mee te maken. Wat is jouw favoriete positie en kan je op meerdere posities uit de voeten? Op dit moment speel ik eigenlijk wel echt centraal achterin. Maar ik kan ook wel als rechtsback uit de voeten. En ik denk dat ik als nummer 6 ook wel redelijk uit de voeten kan. Maar vooral centraal achterin wel. Nu ben jij begonnen bij onder 18. In de belangrijke promotiewedstrijd speelde je ook tegen ADO. Ja. Kun je een korte samenvatting van die wedstrijd geven? Korte samenvatting, tja. Nou, ik denk dat we een beetje niet heel erg goed begonnen per se in de wedstrijd. Maar ook niet echt in de problemen gekomen zijn de eerste helft. En toen kreeg ik een penalty in de eerste helft en die heb ik gemist. Dus daar baal ik nog steeds wel erg van, moet ik zeggen. En, in de tweede helft, 0-0 de rust in de tweede helft, kwamen zelf 1-0 achter door een pendel en vlak daarna 2-0. En in de laatste minuten, toen moesten we wel naar voren natuurlijk, want we hadden gelijkspel nodig. Dus toen heb ik zelf nog wel gescoord in de blessuretijd, maar was helaas niet genoeg. Hoe belangrijk zijn zulke wedstrijden voor je ontwikkeling? Ja, ik denk wel heel goed. Ook waren echt veel fans van ADO langs de kant en zo. Ik denk dat het wel goede dingen zijn om mee te maken, dat je toch meer druk hebt in zo'n wedstrijd en dat er nog meer beleving is. Dus ik denk dat het echt goede wedstrijden zijn. Ja, dan mis je een penalty die belangrijk is. Uiteindelijk scoor je nog wel in de wedstrijd. Ja. Wat doen emoties met jou in zo'n wedstrijd? Ja, ik moet zeggen, toen ik die penalty had gemist in de eerste helft, dan baal je toch wel resteren in de eerste helft. Zeg maar. Toen had ik echt wel zoiets van, het is wel echt kloten, zeg maar. Maar in de tweede helft moet je dat dan toch wel weer omzetten, zeg maar. En ik denk dat het ook wel goed gelukt is. Maar ja, het blijft wel in je hoofd zitten natuurlijk dat je een panel hebt gemist. Nu worden jullie ook gevolgd met onder 18 voor de serie. Gelukkig krijgen jullie nog een tweede kans, hè, voor promotie. Want de tweede seizoenshelft gaat nu beginnen. Ja. Als je dan weer bij de eerste twee eindigt, dan promoveer je alsnog? Ja, klopt inderdaad. Zeker. Maar goed, voor jou geldt dat misschien niet, want je speelt nu meer bij onder 21. Merk je daar een niveauverschil tussen? Ja, zeker zit een niveauverschil tussen. Ik denk ook dat het vooral fysieker is, zeg maar. Je speelt wel meer tegen mannen dan tegen jongens, zeg maar. Dus ik denk dat er wel wat grote verschillen zijn. En dat het ook voor mij wel goed is om daaraan te wennen, zeg maar. Om tegen fysiek sterkere spelers te spelen. Wat zijn jouw ontwikkelpunten? Vooral, was lange tijd nog wel echt dat 1-1 verdedigen. Maar ik denk dat ik daar wel echt goede stappen in heb gezet. Maar vooral het organiseren vanuit achteruit, zeg maar. Nog meer praten om alles goed neer te zetten. En fysiek? Moet er nog wat bij? Ja, zeker. Maar daar zijn we hard mee bezig. Dus langzaam komt dat erbij. Maar er zijn nog zeker stappen in te maken, inderdaad. Hoe snel zien we jou in Euroborg? Dat is lastig te zeggen. Maar ik hoop nu gewoon zoveel mogelijk minuten te maken in onder 21. En vanuit daar steeds meer momenten bij het eerste te pakken. En hopelijk dit kalenderjaar wel mijn debuut te maken.